moeten we deze nog naar huis rijden. Je ziet er geen ene klap vanaf hier binnen. Dit is zo vet. Nog 100 te gaan. Deze game heb ik een hele lange tijd naar uitgekeken. Ze zeggen het is precies hetzelfde als 17, maar ik heb 17 nooit gespeeld. Hopelijk gaan jullie het vet vinden, want dan ga ik hier zo'n miniserie van maken. You already own land and some equipment. You will start substantial funds, but no land. En je hebt al equipment en dat vind ik niet leuk. Ja, ik weet niet. Laten we het toch wel doen. We gaan in... We kunnen uit twee maps kiezen. Gewoon de eerste map. Oeh. Klonko. Jacket, nee. Accessory, sunglasses. Natuurlijk. Rood shirtje. Ja. Let's go. Laat een like achter binnen 2 seconden als jouw ouders boer zijn of jij boer bent. En laat een like achter binnen 5 seconden als dat niet zo is. Maar dus wat je normaal moet doen is, je moet aan het begin vehicles kopen. Maar nu krijg ik al wat vehicles. Start. Let's go. We gaan beginnen. Oeh. Oh, we hebben al letterlijk gewoon 4 velden. Dat had ik echt niet verwacht eigenlijk. We hebben ook al gewoon vehicles. Sorry, ik wou eventjes kijken wat het allemaal betekent. Maar ik vind het denk ik niet leuk om al met zo flipping veel te beginnen. Nu beginnen we dus met 1.500.000. Hebben we nog geen vehicles, moeten we allemaal dingen doen. Dat vind ik veel chiller. En ik wil ook niet dat al die tutorials in beeld komen. Dat wil ik niet, want ik heb namelijk al een beetje een video gekeken van wat ik allemaal moet kopen. Wat ik als eerste even aangezet is... Dit ga ik uitzetten. Ja. Yes, nu hebben we geen land. Oh nee, we hebben niet 1.500.000, maar 1.250.000. Wat we als eerste denk ik gaan doen is even kijken wat deze landen allemaal zijn. Het ziet er wel mooi uit. Hier zijn sunflowers, want kijk, weet je wat heel vet is? Om land te kopen moet je letterlijk volgens mij gewoon zo klikken. Oh ja, hier, lands. Ja, kijk, je moet letterlijk gewoon zo klikken. Ik denk dat dit het slimste is, want dan hebben we 3 land. Want wacht, wat is het? Geel, dat is sunflowers, dat weten we. Canola, dat is makkelijk te harvesten. En cotton. Ik heb gehoord dat cotton, dat heel duur is om dat te harvesten. Dus ik denk dat we dat gewoon lekker dood gaan maken en nieuwe dingen gaan planten. Maar eerst moeten we dan even dingen kopen bij de shop. Oh, daar is de shop. Zullen we eerst gewoon wat land kopen? Ja, we gaan land kopen. Dit stukje land, 300.000. Oh, kablam! We hebben het stukje land. We gaan nu maar denk ik naar de winkel. Kan je daarheen fast travelen? Ik zag iemand anders daarheen fast travelen. Oh, je moet wel dit doen. Let's go! Oké, we zijn bij de shop. Even kijken, we kunnen hier dus op brands kijken, maar dat willen we denk ik niet. Aan het begin wil ik gewoon, want er groeit bij eentje canola. En dat kunnen we harvesten. Ik weet er geen andere oogsten. Met deze harvesters. Deze grote monsters. Maar ik denk dat we eerst gewoon een klein tractortje nemen. Ik denk dat we gewoon een Valtra nemen. Oeh. Die is ook wel dik hoor. We nemen denk ik gewoon deze Valtra. Gewoon een standaard sappig Valtraatje. Deze kleur vind ik wel heel mooi hoor. Kunnen we dit ook gewoon zwart doen? Oh nee, maar wit vind ik beter. Zo ziet hij er heel vet uit. Wat willen we? Willen we een weight? Doe maar niet. Wat willen we voor wheel brand? Nee, ik wil deze. Wheel setup. Wheel weights. White tires. Narrows. Twin. Nou, standaard hebben we ook wel genoeg aan. Engine setup. Hij heeft wel veel horsepower. Dat redt hij denk ik wel. Deze gaan we kopen. Even kijken. Want hiervoor hebben we... Oh, nee. Even kijken. Zullen we gewoon voor deze gaan? Of deze kan ook? Ja. We hebben dus een kleine tractor gekocht, een Valtra. Nu hebben we een Strouwman trailer. Hier kunnen we dus het alles in doen en dan verkopen. Wheel brand, nou dat houden we gewoon zo allemaal normaal. En dan hebben we nog een harvester nodig. Maar welke? Ik vind deze wel heel mooi. Canola kan deze. Doe maar, ziet er perfect uit. Bye. Bam! Ik koop echt heel veel. Maar dat hebben we ook nodig. Later hebben we ook, als we weer planten willen groeien, hebben we een seeder, een fertilizer en een weeder nodig. Maar nu hebben we nog zo'n dingetje vooraan nodig. Een header. En een car, dat is ook wel handig. Een klein pick-upje, denk ik. Nou, weet je wat, dat doen we later wel. Waar zijn headers? Headers. Hier, headers. Yes. Ik denk deze. Deze kan canola. En deze kan sunflowers. Sunflowers kunnen we ook harvesten, maar dan moeten we 2 dezelfde headers. Deze kan met de Nova. Ja, oké. Okay. Deze kunnen beide met degene die wij hebben. Bye. Yes. We nemen gewoon eventjes de goedkoopste. Bye. Wel rood. Bye. Zo. Yes.
dit is wat we nu allemaal hebben. Dit hebben we allemaal gekocht. We hebben dus een supermooie tractor. Dit, dit, dit en dit. Dit is heel vet. Hier hebben we onze pick-up. Als eerste gaan we even in onze Beast tractor. Nou, hij is best wel goedkoop. Maar ja, maakt niet uit. Start engine. Nice, nice, nice. Ziet er sappig uit van binnen, hoor. Huh? Oh. Zo mooi. Kijk, dus het sturen werkt hier anders. Je moet zeg maar de knop eventjes ingedrukt houden. Het is niet dat die tak, tak, tak. Dus dat werkt hier een beetje anders. Zo, hier hebben we onze nieuwste trailer. En yes. Ziet er heel cool uit. We hebben hiervoor geen gewicht nodig. Deze gaan we eventjes terugbrengen. Volgens mij moeten we daarheen. Heel cool dit. Even first person. Ho, 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 ho. Kijk uit. Ik ga niet met indicators, ik ga niet... Nou, misschien is het wel leuk om het realistisch te spelen. Zo, lekker naar huis in de Valtra. Valtra-tractors vind ik heel cool uitzien. We gaan eventjes naar ons stukje land toe. Zo. Hier moeten we rechts afslaan, volgens mij. Oeh, kijk uit. Oh, het gaat nu al helemaal mis. Het voelt heel gek, want dat heeft bijna geen ene... driving game. Je kan volgens mij ook farmhouse plaatsen en dat soort dingen. Zo, we hebben al heel veel geld gebruikt. Oef. Nou, dit vind ik iets chiller. We gaan lekker naar huis. Even kijken, waar is het? Zo, het is nog wel een lange weg hoor. Hiermee kunnen we dus, als we met die grote harvester, als we daarmee alle planten, daarmee harvesten, dan kunnen we het hier instoppen. In deze trailer. En dan kunnen we het verkopen. Hier is ons stukje land. Oh, de canola. Oh, het ziet er goed uit. Ziet er goed uit. We kunnen het natuurlijk ook altijd nog lenen. Voor nu zet ik het maar, denk ik, gewoon even hier neer. Wel eventjes de engine uitzetten. Dik hoor, heel gaaf. Oké, volgende. Oh, dat is de trein. Holy damn. Oh, feels good. Dit is cool. Oh, kijk, je ziet ook daar die dingen draaien. Maar kijk hoe detailed het is. Hier is die hoor. De beast. Nu moeten we deze nog naar huis rijden. Je ziet echt geen ene klap vanaf hier binnen. Komt er niemand aan? Nope, het is hier wel erg rustig. Zo, dit ding steekt helemaal uit. Ik vind het nu wel heel mooi uitzien hoor. De Nova. Hiermee kunnen we dus de canola harvesten. Oké, cool. Later hebben we dus ook nog een seeder nodig. Dan kunnen we nieuwe zaadjes planten. Maar ik denk dat ik ook eerst de sunflowers ook ga harvesten. Maar daar hebben we een andere header nodig. Dus dit ding wat hier vooraan zit. Maar ik denk de cotton is nog te duur. Daar moet je zoveel dingen mee doen. Ik denk dat ik dat letterlijk gewoon weg ga halen. En een wheat ga planten ofzo. Of ook canola. Dus dat kan je doen met een seeder. Daarmee kan je het ook gewoon weghalen als je een beetje een duur hebt. Ja, dan staat er echt een bordje met een tractor. Zo, dit ding is wel echt sloom hoor. Kijk hoe sloom dit ding gaat. Kijk, op het land snap ik het. Maar op de weg mag die best wel eventjes... Beep, beep, beep. Als hier een auto langsom... Oh. Dit is zo mooi. Geen ongeluk. Zo, maar zullen we hem even aanzetten? We gaan hem even aanzetten. Wow, vet hoor. We hebben ook nog jobs waarmee we ook geld kunnen verdienen. Want aan het begin kan je denk ik nog geen geld verdienen met de canola. Hé, ik zet even cruise control aan. Dan hoef ik niet de hele tijd W ingedrukt te houden. We zijn bijna op ons eigen land. Oh, kijk, daar staat al de tractor. Trouwens, de tractoren kunnen ook kapot gaan en ze kunnen al helemaal vies raken en dat soort dingen. We zijn op ons land. Hé, we gaan hem daar eventjes neerzetten en dan gaan we daarna dat harvesten. Maar eerst moeten we even onze pick-up halen. Zo, je ziet hier ook al de tractorsporen, hè? Heel vet is dit. Dit is wel een beetje een slome game, maar ja, jullie houden daar volgens mij wel van. En hier, engine uit. Tap, 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 tap. Pick-up. Oeh, let's go. Hierin kan ik wel rijden. Zo, deze kan ook gewoon 121. Decent. Zo, ik ga wel hard. Waar moet ik heen? Je moet niet heen. Oef, hier binnen hoor je bijna niks. Hoezo niet? Zo, hiermee zijn we wel snel thuis. Even optrekken. Zo, dit ding trekt ook wel snel op, hoor. We zijn echt binnen no time hiermee thuis. We hebben amper een huis, maar oké. Slapen we in de auto. Oh, oh, verkeerde weg. Oeh. Dat is wel damage. Yes, we zijn er nu al.
Oh, dat bedoelen ze met de tension belt. Ik dacht gordel, met je gordel voor jezelf. Oké. Yo, we zijn er. Die pick-up zet ik gewoon even hier neer. Zullen we maar gewoon eventjes het land gaan harvesten, hè? Ik denk het wel. Wat ik denk ik ook wil kopen is een... je farmhouse. Ik wil geen farmhouse en ook geen silo, maar ik wil denk ik eventjes een shed. Dat vind ik gewoon vet. Dan kan je daar je vehicles in zetten. Hij is over het land. Normaal niet, maar er komt zo'n gek concrete stukje bij. We gaan gewoon als eerste in deze beast het land harvesten. Dit gaat heel cool worden. Ik heb er zin in. We gaan hem even klaarzetten. We kunnen ook een worker hiren, maar ik ga ook een klein beetje zelf doen. Niet alles. Cruise control on. Ho, 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 ho. Oh, vet. Vet, vet, vet. Dit is zo vet. Ik ga zo meteen wel even work hiren. Want dit alleen doen is een beetje saai. Yes. Nu hebben we hem. Nog 100 te gaan. Stel dat je dit stukje land moet harvesten. Poeh, hé, dat is saai. Zo, even terug. Ik weet niet eens of die wel hier opkomt. Oh, kijk. Kijk, dat bedoel ik dus. Je moet eerst je wielen laten draaien. Zo. Oh. Wielen laten draaien. Zo. Aan. Cruise control. Oeh, kijk. Mijn wielen. Dat bedoel ik. We gaan weer. Yes. Ik haai hier voor even worker. Yes. Daar zit hij hoor. De worker. We hebben even een worker hier. En die doet dat even voor ons. Lekker bezig hoor. Je bent wel echt heerlijk hiermee bezig. Even kijken hoe je gaat draaien. Oh, hij doet het netjes hoor. Even kijken hoe hij dit gaat doen. Hop, gooit hem even om. Nou, dan moeten we even wachten tot dat klaar is. Maar ik denk dat we ondertussen alvast een cedar gaan kopen. Dat is denk ik wel leuk. En ondertussen als we die gaan kopen, is die vast wel klaar. Kunnen we weer werk doen. Aan het begin is het nog een beetje saai, want dan moet je dingen kopen. We kunnen ook animal pens. Een hond. We kunnen een hond kopen. Ik ga denk ik nog een tractor kopen. Nog één. I know. En ik denk dat dat deze gaat worden. Zal ik deze beast kopen? We gaan eerst eventjes kijken naar een cedar. Kijk hoe beast die is, die ook. Maar deze denk ik. 180 moet ik even kijken bij de tractor. Ik denk dat we ook een frontloader attachment gaan nemen. Rood. Zwart. Oh, pijnlijk. Ik weet eigenlijk niet of dit wel een heel goed idee was. Maar ja, bye. Ik ga denk ik nu even saven. Want mijn dukaten gaan achteruit. Een frontloader. Want daarmee kunnen we de cedar inladen. Volgens mij heb je dat niet per se nodig. Maar ja, dat doe ik gewoon. Die nemen we in zwart. Bye. Yes. Een pallet fork. Ja. Main color. Red. Bye. Oké, okay, die hebben we ook eventjes gekocht. Zit in onze tummy. En nu hebben we big bags nodig. Met seeds. Of wheat. Volgens mij moet je deze. Ja, deze. Wat zit hierin? Details. Hier zit 1000 in. En hoeveel zit er in onze cedar? Wacht. Sorry dat het zoveel werk is. Er kan 3000 in. Dus moeten we 3 van die big bags kopen. Au. Big bags. Bye. Yes. Nu zijn we klaar. Dit is alles wat we hiervoor nodig hebben. Oh, ik kan die echt niet tegen. Oh, yes. Maar aan de ene kant is het weer zo vet. Een gewicht. Die hebben we zeker nodig. Weight. Ja. Oké, okay, we hebben eventjes een weight gekocht. Zo, goed. Yep. We gaan eventjes erin zitten. Sexy geluid met... Oh, die zwarte wielen. Oh. Ik denk niet meer dat we het kunnen redden om het veldje af te maken. Sorry daarvoor, maar ja. Kan die de weight en de frontloader tegelijk? Ik heb hem denk ik iets te dikke weight gekocht. Oké, weet je wat? We doen wel eerst de frontloader. Maar ik moet ze wel allemaal meenemen. En dat is nog een beetje een pain in de butt. Ja, en Q. Is gewoon goed. Oh, Helper J heeft de task gecomplete. Oh.
Er gaat een beetje moeilijk, sorry. Oh. Ah, bijna. Zo. Yes! Oeh. Het is gelukt. Duurt wel een beetje lang. Maar ik vind het wel vet. We zijn nu de seed aan het inladen. Oh, hij wordt al heel erg gevuld. We kunnen nog eentje bij doen. Dan zit hij niet precies vol. Maar ja, kan nog 100 bij. Oeh, crap. Naar beneden. Dit moet ik allemaal besturen met een muis trouwens, hè. Welkom bij mijn leven. Hij zit bijna vol. Yep. Hij zit vol. Let's go. Volgens mij moet ik wel mijn frontloader even zo houden, hè. Anders kan de weight er niet op. Want ik wil ze wel beide eigenlijk meenemen. Oh ja, natuurlijk. Hij kan er gewoon doorheen. Oké. Okay. Oeh, ik heb even niet gedacht aan hoe breed dit is. Oef, zometeen op mijn land ga ik hem even unfolden. Dat wil ik wel eventjes zien. Ik hou echt van deze game. Ik hou er echt van. Ik vind het zo leuk. Wat een bordje ligt er nog steeds. No way. Hou even rekening mee. De volgende video gaan we echt alleen maar dingen op de farm doen. Maar nu was het nog alleen maar even dingen kopen. De volgende video moeten we ook nog dingen kopen. Dan moeten we nog... weeder, een fertilizer. En dan pas kunnen we echt crops groeien en harvesten. Maar dan kunnen we niet echt crops groeien die heel veel waard zijn. Yes, let's go. We zijn op ons land. Hallo, we zijn hier aangekomen. Oh, daar staat de beest. We gaan hem eventjes legen. Dit zijn nog niet eens de grootste. Oh, ik moet hem wel even uitzetten. Holy flipping damn, son. We gaan eventjes heen. Deze maakt veel minder geluid. Oh, kijk, die wielen zijn helemaal vies. Hoe vet. Ik denk dat dit wel goed is. Deze zetten we even uit. Open cover. Daar is die. En nu gaat hij gewoon spuiten, ook al is het mis. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ik ben bang dat er wat mis is. Nee, anders zie je het wel op een hoopje op de grond. Alles is raak. Oh, ik vind het zo chill dat alles raak is. Heel vet. Zo, we zetten hem in onze shed. Die header pas net, man. Moet oppassen met die uitrijden. Woe! En dan gaan we nu even schoonmaken. Let's go! Zo, even schoonmaken. Zie die viezigheid? Ja, het is er vanaf. Even ook de andere kant. Zo, zie die dust er ook vanaf komen. Oh, nee, dat is niet daarvan. Lekker, we hebben hem even schoongemaakt. Deze zit er ook in. Dit is nog echt het moeilijkste werk, bedenk ik me nu opeens. Nou, deze zit nog wat in, dan moeten we wel eventjes onthouden. Nou, niet uit als een stukje over het land gaan, maar ik ga even proberen niet over het land te gaan. Easy does it. Yes, deze gaan we ook hier even zetten. En dan staat alles in de shed, wat super gaaf is. Alles staat lekker droog. Behalve dit puntje van de frontloader. Dat triggert mij wel een beetje, denk ik. Zo. Die staat nu heel hoog. Een beetje erg hoog. Dit hebben we vandaag allemaal gekocht. In de volgende video gaan we dus hier seeden. Gaan we dit verwijderen. Daar ook seeden. Gaan we dit verwijderen en ook seeden. En dan gaan we het fertilizen en dat soort dingen. Het gaat super vet worden. Kijkers, laat een like achter als je het super had vonden. En zie ik jullie bij de volgende video. Later!